BNR nieuwsradio Zaken doen met. Fotoalbums, papieren agenda's en adresboekjes, daar doen we niet meer aan. Alles wordt online of digitaal bewaard. Maar wat gebeurt er met die zaken als we overlijden? De start-up Digitale Nazorg helpt nabestaanden aan een online erfenis. De directeur staat naast me Sander van der Meer hartelijk welkom. Goedemiddag. Kom even een beetje dichter bij de microfoon, ja. want het zijn spannende zaken waar we het over gaan hebben. Jij hield je uh, altijd met hele spannende zaken al bezig. Want hoe ziet jouw CV eruit? Mijn CV is dat ik van oorsprong een forensisch ict specialist ben. En uh, daarmee kregen we geregeld te maken ook met uh, onderzoeken aan computers, laptops, telefoons, uh, maar dan in strafrechtzaken. Uh, en op die manier zijn we in aanraking gekomen met uitvaartondernemers... die de vraag stelden: als er nou iemand is overleden, hoe komen dan de nabestaanden in de computer of in de telefoon voor de documenten of voor de foto's zoals hij al aangeeft? Ja, wat mag dat wel eigenlijk? De nabestaanden die worden automatisch uh, de rechthebbenden van de goederen. Uh, dus zij kunnen beslissen wat daarmee moet gebeuren. Zij geven uiteindelijk ook de toestemming uh, voor het onderzoek. Ja. En wat doen nabestaanden nu als ze jullie nog niet kennen en ze hebben toch zo'n telefoon? Dan ga je toch een beetje in de krochten van het internet zoeken en wat kom je dan tegen? Nou, dat is maar de vraag of je alles kunt vinden. Want als je de toestelcode niet weet van een telefoon, of de beveiligingscode van een tablet, of het wachtwoord van een computer, dan kom je daar natuurlijk niet bij. Nee, maar ik heb begrepen dat er setjes te koop zijn en dat er ergens wel uh, op een TK-site wat uh, tips staan. Hoe doen mensen dat dan? Voor wachtwoorden staan er aardig wat tips op, inderdaad. Maar voor toestelcodes wordt het toch al lastig. En daar komt bij, wil je inlaten met misschien obscure software waarvan je niet weet wat ze nog meer doen? Ja, over obscuur. Misschien heb ik er wel een heel obscuur bestaan en heb ik de drie mannen bij. Dus zit ik er helemaal niet op te wachten dat als ik doodga, dat iemand daar achter komt. Hoe ga je daarmee om? Ook een goede vraag, maar wij zijn natuurlijk niets anders. Tenminste, de telefoon is niets anders dan het dagboek van vroeger. Hm. Dat werd ook niet geschreven met het idee dat mensen nog wat eens zouden kunnen gaan lezen. En op het hm. moment dat je komt te overlijden, wordt het dagboek ook aangetroffen. En de daarnaast staan er, er ook in. Soms voor herinneringen, uh, maar soms ook voor gewoon tastbare aanwijzingen. Ja. En de computer en de telefoon is het dagboek van u. En tastbare aanwijzingen. Ik kan me voorstellen bij suicide. Uh, dat je dan om heel andere redenen een telefoon wilt checken. dan dat je dat doet om daar een mooie foto vandaan te halen. Tuurlijk. Uh, met name in die gevallen waarbij mensen zichzelf aan het leven hebben willen nemen. Uh, kunnen er vragen ontstaan van. waar heeft iemand op gezocht op hmm. internet? Uh, had iemand misschien last van een depressie? Was hij lid van zelfhulpgroepen? En dat soort informatie kunnen wij vaak wel inzichtelijk maken. Ja. Hoe gaat het uh, te werk? Stel, iemand is overleden, er ligt een, uh, een laptop, een telefoon. Uh, wij kunnen er niet bij en willen er wel graag bij binnen een paar dagen. omdat je voor de dienst ook nog wel wat muziek of foto's zou willen gebruiken en dan? Nou, in voorkomende gevallen kunnen we dat regelen. Um, we kunnen vrijwel alle toestellen inzichtelijk maken. Als de codes of de wachtwoorden niet bekend zijn, lukt dat niet, dan is het op dit moment technisch ook nog niet mogelijk. En dan is het ook een kwestie van Q en OP. Ja, dan krijgen jullie, worden jullie niet betaald. Moet er nog een officieel document dan worden ingevuld, start je een officieel onderzoek met jouw oude papieren, of zeg je nee, de mensen die zijn achtergebleven, die hebben nu het toestel in handen, zijn daar bezitter van, en dan is het geregeld zo. Ja, wij werken in principe primair samen met uitvaartondernemers. Dus de mensen komen vaak via de uitvaartondernemer bij ons. Maar we kunnen altijd naar een akte van overlijden vragen. En als er dan nog twijfels zijn, dan kunnen we ook nog een verklaring van een erfrecht vragen. En op die manier kunnen we wel aantonen of die mensen bewust uh, met die gegevens omgaan. Ja, want je bent natuurlijk door de wol geverfd. En je weet ook dat uh, nou ja, een groot deel van de mensheid, hoe vervelend ook, wel ver, uh, verkeerde bedoelingen heeft. Ben je dat wel eens tegengekomen? Nou, we gaan uiteraard uit van het goede van de mens. Maar op het moment dat wij iets aantreffen op een computer of een telefoon. Uh, wat strafbaar zou kunnen zijn. Uh, dan geldt hetzelfde als uh, voor jou. dan kunnen we daar melding van maken bij de politie. En is dat wel eens voorgekomen? Tot nu toe nog niet. Gelukkig ja. maar. Hoe komt het dat dat digitale nalatenschap. Een nog zo weinig bekend is? Ja, je zou toch verwachten dat het wel bekend is. Hè? Een mooi voorbeeld van vandaag. is natuurlijk dat uh, de heer Krol. een felicitatie stuurt. Uh, op Facebook. Uh, voor Joost Wagerman. Er zijn nog zoveel mensen die wel social media gebruiken. Um, maar nog niet weten wat ze met de nalatenschap moeten doen. Hmm. Er overlijden per dag in Nederland 300 mensen met een digitale nalatenschap. Ja, en die, want dat is nog wel interessant. Je hebt die telefoons en die laptops. Maar wachtwoorden voor Facebook en Twitter, kunnen jullie daar ook achterkomen? Als dat moet, kunnen we daar ook achterkomen. Het opzeggen dat? van die diensten is niet zo moeilijk. Als je de gebruikersnaam en de wachtwoorden maar weet. Goed, we gaan zo uh, verder praten. Want de uh, uitvaartmaatschappijen zien de diensten van digitale nazorg wel zitten. BNN Nieuwsradio. Zet je aan. Zaken doen net. Uitvaartmaatschappijen regelen zoveel mogelijk voor nabestaanden, maar een computer of telefoon leeghalen, dat lukt ze nog niet. Sander van der Meer is van Digitale Naarzorg. Het lukt jullie wel en het lukt jullie ontzettend goed, want je krijgt net een aardig bericht binnen. Ja, nou vijf minuten voordat ik hier in de studio inkwam, kreeg ik een bericht van Harlem Valley. Dat is een start-up bootcamp waarbij ze investeerders koppelen aan start-ups. En uh, nou, die kunnen wij goed gebruiken en we zitten net, hoor ik, in de finale. Kijk, en uh, wat kun je winnen en waarom is dat geld zo nodig? Nou, wij zoeken investeerders en dat komt, wij zijn bezig met een concept om nabestaanden te ontzorgen. Dat wil zeggen dat wij heel eenvoudig alles waar je maar lid van kunt zijn, on- en offline, op een eenvoudige manier kunnen beëindigen. Ook ja. als je niet weet waar iemand lid van is geweest. Want dan zoek je dat gewoon op op allerlei gegevens. Ik vind het een kunst inderdaad. Maar dan moeten wel slimme jongens en meisjes al die systemen natuurlijk regelen. En inderdaad. dat kost geld. Ja. Ja. Uh, over dat ondernemer. Jij zei tijdens uh, de reclamebreak van, ja, het is wel even wennen hoor. Je komt uit een non-profit. En dan moet ik als een zakenman gaan staan pitchen. Hoe doe je dat in vredesnaam op van die uh, ondernemerssessies tussen de koffie en gebak? Een beetje een vreemde eend in de bijt. Ja, nou ik denk dat we allemaal wel een bepaald beeld hebben van ondernemers, Strak in het zwarte pak. Uh... Maar eh, met name de moderne uitvaartondernemers zien ook wel... dit is iets van deze tijd. En het is ook voor hun iets nieuws, ook voor de verzekeringsmaatschappijen. Maar hoe, hoe kom je in die scene? Want ze kennen elkaar allemaal wel, hè? ze verwijzen ook wel door als de ene niet kan. Maar dan sta jij er in één keer tussen. Hoe heb je dat aangepakt? Ze vinden het toch allemaal bijzonder interessant dat iemand met zo'n dienst komt... waarvan ze eigenlijk zelf nog niet weten wat ze ermee aan moeten. En tot nu toe zijn ze er erg positief over. Ja, en dan moeten zij natuurlijk communi kunnen communiceren van... nou, dit kostte uh, zoveel. Hoe bepaal je... Ja, je, je businessmodel. Dat is lastig, want ik heb geen vergelijkingsmodel nee, dat lijkt natuurlijk. Me dus ik kan het nergens aan spiegelen. Uh, dus we hebben bewust onze prijzen uh, nog laag gehouden. Uh, maar daardoor is het laag? Wel, vanaf 25 euro. Uh, maar daardoor wel bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen. En dat is onze doelstelling. Want die krijgen al zoveel uh, bedragen en uh, ellende over zich heen toch in zulke dagen? Inderdaad. Ja, heb je nog uh, moeten leren? Want natuurlijk als als je uh, nou ja, als uh, deskundige in de politiewereld, dan ben je wel wat gewend. Maar moest je jezelf nog trainen in het omgaan met mensen in de rouw? Ik heb begrepen dat je hersenen gewoon minder goed functioneren in zo'n tijd. Nou, bijna al onze collega's hebben wel ervaring met uh, slecht nieuwsgesprekken. Um, maar die, vaak zijn die gesprekken al hebben die al plaatsgevonden bij de uitvoeronderneming mm -hmm. En worden de nabestaanden doorgestuurd naar ons. Dus ze weten wat ze van ons kunnen verwachten en wederzijds. Mocht het echt lastig worden, het gesprek, dan kunnen we daarop anticiperen. Ja, want eh, wie schakel je dan in? We zijn op dit moment zelfs bezig om te kijken of we misschien een voormalig familierechercheur kunnen inzetten voor dat soort gesprekken. Ja. Want ja, enerzijds wil je natuurlijk je zakelijke belangen afhandelen. En anderzijds kun je een stukje emotie niet uit de weg gaan eh, met die mensen. En die twee petten lijken me lastig inderdaad te combineren. Dat is ondernemen. Ja, ja precies. Wat uh, is je nog verder opgevallen, meegevallen of ontzettend tegengevallen. als je dan uit een non-profit komt en ineens toch als zakenman gaat uh, opereren? Uh, tijd is geld. En dat je voor bepaalde diensten uh, geld moet vragen. En dat is met name in een emotionele periode bij mensen vind ik dat lastig. Uh, maar je ontkomt er niet aan. Hoe vang je dat op? Hoe voorkom je dat je zo'n gesprek moet voeren? Zet je dan allemaal dingen al online of hoe gaat zoiets? Uh, de, het mooiste is dat wij nu uh, de uitvoerondernemers duidelijk vertellen wat we allemaal kunnen en nog beter wat we niet kunnen. En die kunnen dat prima koppelen aan de nabestaanden. Want welke vragen stellen nabestaanden die, je, ja, die uh, kunnen jullie gewoon niet inwilligen? Die zijn we nog niet tegengekomen. Oké, okay, nou omdat je zegt wat we niet doen. Uh, misschien dat mensen eisen uh, stellen aan bepaalde producten of iets willen. Maar dat ben je nog niet... Uh... We hebben zelfs een vraag gekregen om het uh, navigatiesysteem van een auto uit te bouwen. Om op die manier te kijken waar die auto is geweest. Uh, in verband met een zelfdodingzaak. Zo, ja dat gaat wel ver inderdaad. We um, hadden het net al even over dat jullie finalist zijn geworden. Dus in dat uh, Haarlem Valley ja. als ik het goed zeg. Uh, jullie uh, winnen al meer prijzen. Wat staat er op de, op de kast? We hebben drie weken geleden hebben in Duitsland tijdens de gala de International Funeral Awards 2015 gewonnen. Tot voor kort wist ik niet eens dat die bestond. <laughs> ik ook niet hoor. Maar. maar dat is in ieder geval voor de meest innovatieve dienstverlening voor Nederland in de uitvaartbranche. Dus daar ja. zijn we ontzettend trots op. En er kan er nog eentje aankomen, hè? de Jarden Afscheidsprijs. Hoe, hoe win je die? Uh, dat win ik, of dat hoop ik te winnen, morgen. Uh, dan wordt uh, bekendgemaakt. Ik zit in ieder geval bij de laatste vijf. En dat gaat ook over de meest unieke en innovatieve dienst in de uitvaartbranche. Ja, en ik heb begrepen dat start-ups, ja, die gaan echt scoren als het uh, op de schalen valt. Ja, als je hier een telefoon kunt openmaken, dan kan dat ook in Duitsland en België en uh, nog veel verder. Hoe ziet uh, het plan eruit? De plannen zien er goed uit, maar goed, we beginnen net. Beetje duidelijker, hè? En we <laughs> proberen eerst natuurlijk even uh, in Nederland voet aan de grond te krijgen. En de samenwerking met alle uitvaartondernemers... Uh, te stand te brengen. Dat eerst goed doen en uh, dan maar weer verder kijken. Als je toch nog een kritische noot hebt voor die uitvaartbranche, en daar zitten hele fijne mensen bij, dat, dat weet iedereen. Wat kan er nog wel een beetje beter? Uh, sta open voor de digitale technieken. Uh, en beëindig niet meteen alle abonnementen on en offline, omdat er nog heel veel geregeld moet worden. Dat snap ik niet. Je... Op het moment dat de uh, uitvaartondernemer de abonnementen beëindigt van radio en tv. Dan is ook het e-mailadres meteen verdwenen. Ah. En is ook misschien een zakelijke website meteen verdwenen. Ja, dat is natuurlijk allemaal gekoppeld. Dat is een hele goede ja. tip. Ik wens je ontzettend veel succes morgen bij die pitch. Je hebt vandaag alweer even kunnen oefenen. En dus bij al die andere prijzen en finales. Sander van der Meer, directeur van Digitale Nazorg.